het zeehondenzand. Hier op het zeehondenzand wonen twee soorten zeehonden. Die voor jullie in het water en hier bij mij. Dit zijn de gewone zeehonden. Maar aan de andere kant van het verblijf, hier over de heuvel, hebben wij ook nog de grijze zeehonden zwemmen. Voor deze voorstelling blijven wij helaas even hier bij de gewone zeehonden. Maar straks aan het eind, dan kunnen jullie de grijze zeehonden ook nog bekijken. Door over de brug te lopen en dan zitten de grijze zeehonden aan de linkerkant. Zowel de gewone als de grijze zeehonden die komen allebei voor in onze eigen Noordzee en in ons waddengebied. Gewone zeehondjes komen daar wel net iets meer voor. De grijze zeehonden die vind je namelijk weer net iets meer ten noorden. Gewone zeehonden zijn te herkennen aan hun mooie ronde buik. Maar vooral ook hun mooie ronde kopjes en hun overal algemeen hun ronde bouw. Het is vooral goed te zien bij ronde, want die zit mooi vooraan. Grijze zeehonden zijn over het algemeen een stuk groter, een stuk langer en dus ook een stuk zwaarder dan dat de gewone zeehonden zijn. Een ander duidelijk kenmerk van de grijze zeehonden is dat ze een erg langwerpige snuit hebben. Echt wel een beetje een kegelvormige snuit, waardoor ze ook wel kegelroppen kunnen worden. Zeehonden die hebben ook hele korte voor- en achtervinnen. Die zijn zelfs zo klein dat zij er niet op kunnen lopen, zoals bijvoorbeeld zeeleeuwen dat wel kunnen. Die voor- en die achtervinnen die gebruiken zeehonden enkel en alleen in het water. En op de kant gebruiken ze juist hun hele sterke en gespierde buik om vooruit te komen. Oké. Kijk eens. En dat doen zeehonden door te hobbelen op hun buik. Kom maar. En dat hobbelen op de buik, dat wordt ook wel bobberen genoemd. En Mini laat het wel mooi zien. Alsjeblieft. Langzamerhand zullen alle zeehonden op het zeehondenzand hier hun eigen plekje gaan opzoeken. Dat komt omdat wij de dieren hier hun eigen plekje hebben gegeven. Dat hebben wij gedaan om de rust te bewaren in de groep. Iedere ochtend voor openingstijd dan beginnen wij ook hier op deze plekjes en dan beginnen wij met de gezondheidstraining. Tijdens zo'n gezondheidstraining kunnen wij de dieren van top tot teen bekijken op rondjes en andere gekke dingen. Zoals jullie misschien al wel net hebben gezien op het vlonder, kunnen wij bij de dieren natuurlijk de rug bekijken. Maar ook de buik. Oké. Maar we kunnen ook bij de dieren in hun bekje kijken naar de tanden, het tandvlees en ook de tong. Gaan we even bij jou kijken, Mini. Open. Oké. Nou, dat ziet er allemaal best wel netjes uit. Gaan we bij jou nog even kijken, Rondo. Open. Oké. Iets wat wij zo'n ochtends vroeg ook nog wel eens willen doen bij zo'n gezondheidstraining, dat is eventueel wat medicatie geven. Dat heb je toevallig ook wel bij me. Iets wat je toch wel vrij regelmatig geeft op het zeehondenzand. Dat zijn oogdruppeltjes. Wij merken namelijk aan de zeehonden in het warme seizoen wanneer de zon erg fel schijnt. Dat zij beginnen te knijpen met het oog omdat ze daar gewoon last van hebben. Wat wij dan doen, dan druppelen wij vitamine druppels in die gevoelige ogen. Gewoon weer ondersteuning. Maar stel dat de dieren al echt andere medicatie nodig hebben om wat voor reden dan ook. Dat wordt natuurlijk wel eerst altijd overlegd met een dierenarts. Dank je. Oké. Dan heb ik een vraag voor jullie. Hebben jullie bij de zeehonden toevallig de oren al zien zitten? Ik zie een paar mensen ineens schudden. Maar verder blijft het al aardig stil. Dat is helemaal niet zo heel gek hoor, want die oren zijn best wel lastig om te zien. Dus weet je wat, ik kom met de dieren wat dichterbij, want dan kunnen wij ze wat beter bekijken. Kom maar. Dan ga ik zo een stukje varen hier op het vlot, maar dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Want alleen varen is helemaal niet leuk. Ik ga kijken of Morgan met me mee wil varen. Ja hoor, daar is hij al. Het kan zijn dat het vlot een beetje omhoog komt aan de voorkant. Dat is helemaal niet zo heel gek. Want er komt namelijk een zeehond naast me zitten van ongeveer zo'n 90 kilo. Hou je goed vast, jongen. En nu we wat dichterbij zijn, kunnen wij de zeehonden ook wat beter bekijken. En om terug te komen op die oren, zijn ze nu misschien wat beter te zien. Hier zo vooraan. Of waar? En die kant misschien. Oké. Ja, die oren van de zeehonden die vallen niet zo op als bij ons, omdat ze niet van die klapjes aan het hoofd hebben. Ze hebben geen oorschelpen. Maar oren hebben ze toch echt wel. Dat zijn hele kleine gaatjes en die zitten achter de ogen bij de zeehonden, aan de zijkant van hun hoofd. De gaatjes die kunnen ze ook afsluiten wanneer ze lekker gaan duiken onder water. Net zoals hun neus trouwens, want dan komt er geen water in.
Er is ook wel een verschil tussen zeehonden en zeeleeuwen. We hebben het natuurlijk al gehad over die kleine voorvinden van de zeehonden, die zo klein zijn dat ze er niet op kunnen lopen. En zeeleeuwen kunnen dat natuurlijk wel. Maar ook die oren zijn anders, want zeeleeuwen hebben wel oorschelpen. En zeehonden dus niet, die hebben echt alleen maar die kleine gaatjes van deze luisteren. Misschien is jullie opgevallen dat ik verschillende soorten vis voer. De vis die ik hier veel geef, dat zijn deze kleintjes, dat zijn sportjes. Die voeren lekker makkelijk weg. Maar de dieren hier lusten ze eigenlijk ook allemaal wel. Maar ik heb ook nog andere vissoorten meegenomen. Eentje die we misschien wel allemaal kennen. Een hele lekkere haring. We hebben ook nog lekkere makrelen. Voor jou. En dan hebben we ook nog hele lekkere inktvis. Ik weet alleen wel dat Morgan inktvis totaal niet lekker vindt. Nou, hij lust het echt niet. Ook buiten de voorstelling om niet, hij eet het gewoon niet. Ik weet alleen wel dat Bies het lekker vindt daar zo op de hoek. En Rip hiernaast waar je naar boeit vindt het ook heel erg lekker. Zo hebben zeehonden ook helemaal hun eigen smaak, net als wat wij dat hebben. Ze proeven verschillende soorten smaken en verschillende soorten structuren met hun tong. Onze voorkeur hier op het dolfinarium gaat uit naar duurzaam gevangen vis. Maar wat is dat nou eigenlijk, duurzaam gevangen vis? Tegenwoordig heb je best wel veel last van overbevissing en dan wordt er erg veel vis gevangen. Zelfs zoveel dat daarbij ook bijvangst komt kijken. En bijvangst is dat er per ongeluk ook soorten worden gevangen die eigenlijk helemaal niet gevangen mogen worden, omdat ze bijvoorbeeld bedreigd worden. Nou, bij duurzaam gevangen vis proberen ze die bijvangst zoveel mogelijk te beperken of zelfs te voorkomen. En wij kunnen daar zelf ook allemaal een handje aan meehelpen door wanneer wij zelf een pakje vis kopen in de supermarkt of op de vismarkt, dan kun je die duurzaam gevangen vis herkennen aan een keurmerk. Ik heb net al verklapt dat deze dieren hun voor- en achterzinnen dus wel in het water gebruiken. Zeehonden die gebruiken hun voorzinnen om mee te sturen. Oké. En zeehonden die gebruiken hun achterzinnen om snelheid mee te maken. We hebben net al gezien bij Mien dat zeehonden op de kant niet zo heel erg snel zijn. Maar in het water voelen ze zichzelf toch best wel thuis. Ze halen namelijk ongeveer een snelheid van zo'n 25 km per uur in het water. Oké. En met die snelheid van 25 km per uur kunnen deze dieren ook mooie sprongen maken. Trip. Komt ze aan. De sprongetjes die Rip nu laat zien, dat is natuurlijk gedrag. Dat doen deze dieren in het wild ook. Oké. Wanneer zeehonden lekker aan het jagen zijn, dan willen zij nog wel eens zo uit het water springen of wanneer ze onderling lekker aan het spelen zijn. Dan komen wij nog aan met een mooie sprong aan die kant. Pas op, jullie kunnen wel een beetje nat worden. Oké. En met die mooie sprongen zijn we helaas ook alweer aan het einde gekomen van de zeehondenvoorstelling. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze leuke dieren. Vergeet zo niet om ook een kijkje te nemen bij de grijze zeehonden. En dan wens ik jullie nog een fijne dag hier op het park. Heel graag tot ziens. Dag!